Hoi, welkom bij de tweede Moon Challenge die we vanaf 16 oktober gaan houden. Ik wil je graag uitnodigen om samen met mij de maan te gaan ervaren in 8 weken. 8 weken lang krijg je van mij een mail met uitleg over de maan, hoe de maanstanden zijn en hoe je daar kan leren leven naar de maan toe. De eerste Moon Challenge is een enorm succes geweest. Er zijn ruim 2200 mensen die hebben meegedaan en die gewoon echt een soort verdieping hebben ervaren. En het gevoel om een tweede Moon Challenge te gaan organiseren kon eigenlijk niet uitblijven. En toen ik te horen kreeg van een astroloog dat 16/10/2016 voor mij een enorme explosieve datum zou worden. Het is ook nog eens een keer mijn verjaardag dan. Toen dacht ik, nou dan moet ik starten. Ik kijk in mijn kalender, mijn maankalender. En wat zie ik? Het is de eerste supermaan op rij van de 3 supermanen die dus de laatste 3 van het jaar zijn. Nou, hoe gaaf is dat? Toen dacht ik, ja, dat klopt. Alles klopt. Dus de eerste supermaan 16/10. Daarna gaan we naar de volgende supermaan in november. 14/12. Hang me er even niet aan op. En de derde supermaan die is in december. En dat is volgens mij 14/12. Dus dan gaan we 3 supermaanen lang gaan we naar de maan leven. Maar niet alleen naar de volle maan. We gaan ook naar de nieuwe maan toe. Dus we gaan ook een stukje terug naar onszelf toe, wat ingetogener. Zodat je ook leert hoe het is om de donkere energie van een maan te ervaren. Zodat je ook naar de donkere kant van jezelf leert kijken. Het is een ervaring die je meer kan brengen dan dat je je nu nog kunt voorstellen. Als je erin meestapt en je gaat de reis aan met mij naar de maan toe en weer terug, want je komt ook weer op je eigen plekje terug, dan kan ik jou garanderen dat je na die tijd volledig anders naar de maan gaat kijken. Maar dat er ook een stukje zelfreflectie is geweest en ook een stuk ontwikkeling in het spirituele. Nou, ik nodig jullie allemaal uit. Schrijf je in via de website www.moonchallenge.nl. Daar kan je vanaf nu inschrijven. Dus ik zou zeggen, schrijf je in en wacht even af. De mails komen vanzelf in je mailbox voorbij. Alle informatie, het maannieuws, alles wat eraan vooraf gaat. Maar in ieder geval 16/10/2016 starten we met de maan. Tot dan!